Welkom bij deze instructievideo hoe je een 3D Granny Square kunt gaan maken. Ik hoop dat het een leerzame video voor je is en we gaan eraan beginnen. Ik gebruik 5 verschillende kleuren van scheepjes stonewashed en de haaknaald die ik gebruik is 3,5 mm. Ik begin met de donkerste kleur en we beginnen met een magische cirkel. En we maken dan gelijk 1 losse steek. In de magische cirkel ga je 8 vaste steken maken. Dus je gaat met je haaknaald in de ring, pak de draad op omhoog, omslaan en er 2 lusjes heen trekken. Dat is de eerste van 8 in totaal. Dus 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Nu trek je aan het korte koordje van de magische cirkel en de ring die sluit dan. En nu gaan we in de allereerste vaste steek daarboven in de top, onder dat V-steekje door, ga je een halve vaste maken. Dus je gaat erin met je haaknaald, pak de draad op, omslaan, doorhalen en gelijk doorhalen. De draad knippen we niet af, in de volgende ronde gaan we door met dezelfde kleur. In de volgende ronde gaan we starten met 3 lossen. 1, 2, 3. En deze 3 lossen die tellen voor je allereerste stokje. In dezelfde steek waar je in de vorige toer een halve vaste hebt gemaakt, daar ga je 4 stokjes bij inhaken. De draad gaat om de naald. Je gaat dan terug in die steek waar je die halve vaste hebt gemaakt. Daar ga je met je haaknaald in, pak de draad op omhoog, 3 lusjes op je haaknaald, omslaan door 2 inhalen, omslaan door 2 inhalen. Dat is een eerste stokje. Nog 3 te gaan. In dezelfde steek gaan we dan nog 3 stokjes haken. Dat is 1. Terug in dezelfde steek. Dat is 2. En nog een keer in dezelfde steek. Dat zijn er 3. Je hebt nu 4 stokjes gemaakt en met je allereerste 3 lossen heb je een totaal van 5 stokjes gemaakt in dezelfde steek. We gaan een hoekje maken van 2 lossen, 1 en 2. En nu gaan we de volgende steek overslaan. En in de volgende steek maken we weer 5 stokjes in dezelfde steek. Dus het draad om de naald, je skipt een steek en in de volgende steek maak je een stokje. En dat is de eerste van 5 in totaal. Dat is 2. 3, 4 en 5 stokjes in 1 en dezelfde steek. Je gaat weer 2 lossen maken, 1 en 2 en we gaan nog een keer dit patroon herhalen. Je slaat 1 steek over en in de volgende steek maak je 5 stokjes. 1, 2, 3, 4 en 5. Nog 1 keer het patroon herhalen, 2 lossen, 1 steek overslaan en in de volgende steek ga je dan weer 5 stokjes in totaal haken, allemaal in dezelfde steek. En dat zijn er 5. Nu ga je nog 2 losse steken maken. 1 en 2. Nu knippen we de draad af, want we gaan in de allereerste steek gaan we een onzichtbare steek maken. Je knipt het draadje af en nu maak je de steek helemaal open. Je trekt de haaknaald helemaal omhoog. En dan met een stompe naald gaan we dan die onzichtbare steek maken. Ja, en nu gaan we een onzichtbare steek maken en dat doen we altijd in de tweede steek.
Je hebt hier in het begin 3 losse steken gemaakt en die sla je over. Je gaat met een onzichtbare steek altijd werken vanuit de tweede steek die je hebt gemaakt. En dat is na die eerste 3 losse je allereerste stokje. Daarboven in de top ga je onder die V-steek door van voor naar achter. Trek de draad door. Nu ga je terug naar je allerlaatste losse steek die je hebt gemaakt. En dan alleen in het achterste lusje, van boven naar beneden. Daar gaat je naald doorheen. Trek de draad door. En dit is een onzichtbare steek. Beide draadjes die weef je even aan de achterkant van je werkje in. We gaan de volgende kleur op de haaknaald zetten. En dan beginnen we in de middelste steek van een groepje van 5 stokjes. En dat is het derde stokje. 1, 2, 3. Dat derde stokje, dat is de middelste steek. En dan gaan we beginnen met een staande vaste steek. Met je haaknaald in die steek, pak de draad op omhoog, omslaan en er 2 lusjes in halen. Dat is een vaste, een staande vaste. We gaan een nieuwe hoek maken. Je maakt 2 lossen. 1 en 2 en je gaat nu terug naar dezelfde steek waar je eerste staande vaste hebt gemaakt met nog een keer een vaste steek. Dit is je nieuwe hoekje. Je maakt nu 2 lossen, 1 en 2 en de volgende 2 steken, die stokjes die sla je over. En dan onder de ruimte van die 2 lossen, als je daar naar beneden gaat, daar heb je een overgeslagen vaste steek van je allereerste ronde. En in die steek ga je 2 stokjes maken. Dus de draad gaat om de naald en je gaat nu naar je allereerste ronde toe, naar die vaste steek. En nu sla je de lus van die 2 lossen naar de achterkant van je werkje. Het is de bedoeling dat je alleen in die vaste steek van de eerste ronde werkt en niet ook in de tweede ronde van die 2 lossen. Dus alleen 2 stokjes maken in die vaste steek van die eerste ronde. Nog een keer een stokje. En nu zie je hier aan de achterkant dat ik niet in de ruimte van die 2 lossen heb gewerkt. Dat is belangrijk. Dat is hetgene wat we willen. We maken weer 2 lossen. 1 en 2. En nu komen we bij het volgende groepje van die 5 stokjes. En dan zoeken we de middelste steek op, dat is de derde. Dus de eerste 2 stokjes sla je over, 1 en 2. En in de volgende, in de derde stokje, in die steek maak je een vaste. 2 lossen, 1 en 2. En je gaat nu terug in dezelfde steek met nog een keer een vaste voor een nieuwe hoek. En dit gaan we 3 keer herhalen. Je maakt 2 lossen en we gaan nu weer naar de allereerste ronde, naar de overgeslagen vaste steek. Daar maak je 2 stokjes in. Alleen in die vaste steek en niet hier in die lus van die 2 lossen. Die sla je om achter naar je werkje. Dan krijg je meer ruimte om te werken. En dan werk je niet per ongeluk ook in die lus van die 2 lossen. Dus alleen in die vaste steek van die eerste ronde 2 stokjes maken. Ja, aan de achterkant zie je dan dat ik niet in die lus van die 2 lossen heb gewerkt. Weer 2 lossen maken. En we slaan de eerste 2 stokjes over. En dan in de middelste steek, dat is dan het derde stokje van dat groepje van 5. Daar gaat weer een nieuwe hoek in van een vaste. 2 lossen. En 1 vaste in dezelfde steek. 2 lossen maken. En je gaat weer 2 stokjes maken in de overgeslagen steek van je eerste ronde. Dus je gaat weer naar de eerste ronde. In die overgeslagen steek maakt 2 stokjes. Sla de lus van die 2 lossen naar achteren. Dat is 1. En dat is 2. Je maakt nu weer 2 lossen en het volgende groepje van die 5 stokjes sla je weer de eerste 2 over en in de derde maak je een vaste, 2 lossen,
En terug in dezelfde steek met een vaste. Twee losse maken. En weer in de allereerste ronde in de overgeslagen vaste steek maak je weer twee stokjes. Maak meer ruimte om die losse naar achteren te vouwen. Nu nog twee losse steken maken. En nu maak je een halve vaste in de allereerste staande vaste steek. Daar in de top. Daar ga je weer met je haaknaald in. Pak de draad op. Doorhalen en doorhalen voor een halve vaste. De draad knippen we niet af, want we gaan door met dezelfde kleur in de volgende ronde. In de volgende ronde wil ik in het hoekje gaan beginnen. Om daar te kunnen beginnen maken we een halve vaste in die ruimte van die twee lossen. Nu kunnen we starten vanaf de ruimte van die twee lossen. Je maakt drie losse steken en deze tellen weer voor je allereerste stokje. In diezelfde ruimte van die twee lossen, daar gaan nog vier stokjes bij in om een groepje van vijf stokjes te maken. Dat is 1, 2, 3, 4. Met die allereerste drie lossen heb je vijf stokjes in totaal in deze hoek. Twee lossen maken. 1 en 2. En nu ga je aan de achterkant van je werkje, van de twee rondes hiervoor, in die ruimte van die twee lossen gaan twee stokjes in. Dus 1 en dat is 2. Je hebt nu echt twee stokjes gemaakt aan de achterkant van je werkje. Twee lossen. En dan skippen we door naar de volgende ruimte hier in de hoek van die twee lossen. En daar gaan vijf stokjes in totaal. 1, 2, 3, 4, 5. Twee lossen maken. 1 en 2. En nu skip je door naar de achterkant van je werkje. In de ruimte van die twee lossen. En daar gaan twee stokjes in. Twee lossen maken. Nu skip je door naar de ruimte van die twee lossen hier in de hoek. En daar in die ruimte gaan vijf stokjes. Dat is 1, 2, 3, 4 en 5. Twee lossen maken. En we skippen door naar de ruimte achter ons werkje. In die ruimte van die twee lossen, daar gaan twee stokjes in. Gevolgd door twee lossen. En dan in de ruimte van de hoek, daar gaan weer vijf stokjes in. Dan maak je weer twee lossen en even wat draad pakken en dan achter je werkje in die ruimte van die twee lossen, daar ga je weer twee stokjes in maken. Nu maken we nog twee lossen en nu knippen we de draad weer af, want we zijn weer aan het einde van deze toer met deze kleur. Want we gaan een onzichtbare steek maken. Een onzichtbare steek maak je altijd in de tweede steek. Je gaat in de allereerste stokje wat je dan hebt gemaakt van voor naar achter. Terug naar je laatste losse. Alleen in de achterste lus van boven naar beneden. Daar maak je de onzichtbare steek compleet. Weef het draadje even achter je werkje in. En we zetten de volgende kleur weer op de haaknaald. En we starten weer in een hoek van een groepje van 5 stokjes. In het middelste stokje, dus de derde, daar gaan weer een staande vaste steek in. Dus de eerste,
tweede steek sta je over en in de derde maak je een staande vaste steek. We maken weer een nieuwe hoek van 2 lossen en dan terug in dezelfde steek met nog een keer een vaste. Dit is je nieuwe hoek. 2 lossen maken. En nu gaan we aan de voorkant van ons werkje, dus hier onder die ruimte van die 2 lossen, daaronder in die ruimte van die 2 lossen, daar gaan 2 stokjes in. Dus het werkje klap je weer naar achteren en dan in die ruimte van die 2 lossen gaan 2 stokjes. Dat is 1 en 2. Je hebt het aan de voorkant van je werkje gemaakt. Dus die ruimte van die 2 lossen, daarachter, daar heb je niet in gewerkt. 2 lossen maken. We skippen over naar de volgende ruimte van de 2 lossen en we klappen het werkje weer naar achteren. En die 2 stokjes hier, die sla je over. Daar in die ruimte van die 2 lossen, daar gaan opnieuw 2 stokjes. Dat is 1 en 2. Je hebt nu echt aan de voorkant van je werkje de stokjes gemaakt. 2 lossen. Je slaat nu de eerste 2 stokjes in het begin van het groepje van 5 over. 1 en 2. En in de derde, daar maak je weer een vaste steek in. Dan 2 lossen. En terug in dezelfde steek met nog een keer een vaste. En dit is het patroontje wat we zo helemaal rondom gaan haken. Ik ga het patroontje 1 keer herhalen aan de volgende kant. 2 lossen. En dan aan de voorkant van je werkje, in die ruimte van die 2 lossen. Dus je slaat het werkje van de vorige toer naar achteren. Daar in die ruimte van die 2 lossen gaan 2 stokjes. Dan maak je 2 lossen. Je slaat de volgende 2 stokjes dan over. En in de volgende ruimte van die 2 lossen, aan de voorkant van je werkje, daar gaan weer 2 stokjes in. Twee lossen. En nu gaan we door naar de hoek. En je slaat de eerste 2 stokjes over. En in het derde stokje van dat groepje van 5, daar gaat dan een vaste in. 2 lossen en een vaste in dezelfde steek. Herhaal al deze steken nog 2 keer en maak dan een halve vaste aan het begin. Ik ben helemaal rond en we gaan een halve vaste maken in de top van je allereerste staande vaste steek. Dan ga je met je haaknaald in, pak een draad op, doorhalen en doorhalen. Draad niet afknippen, we gaan door met dezelfde kleur. In de volgende ronde wil ik weer in het hoekje gaan beginnen van die 2 lossen. Daar maak je een halve vaste in. Om vanuit die ruimte te kunnen starten. We maken 3 lossen en die tellen weer voor je allereerste stokje en dan in dezelfde ruimte maak je weer 4 stokjes erbij in. Voor je nieuwe hoek en dan 2 lossen en we gaan nu 2 stokjes maken achter ons werkje in de allereerste ruimte van die 2 lossen. In die ruimte gaan 2 stokjes. Dan 2 lossen.
We slaan de volgende twee stokjes over en in de volgende ruimte van die twee lossen gaan weer twee stokjes. Dan twee lossen. En dan zie je dat je echt aan de achterkant van je werkje de stokjes hebt gemaakt. We skippen door naar de volgende ruimte en dat is de twee lossen van de hoek. En in die hoek, daar gaat een nieuwe hoek van 5 stokjes, allemaal in dezelfde ruimte. En dit zijn de steken die je nog 3 keer helemaal gaat herhalen. Ga zo helemaal rond en maak een onzichtbare steek aan het begin. De volgende kleur staat op mijn haaknaald en we beginnen weer in een hoekje van een groepje van 5 stokjes. In de middelste steek, dat is de derde, daar gaat dan een vaste in, 2 lossen en een vaste in dezelfde steek. Maak 2 lossen. En nu gaan we 2 stokjes maken aan de voorkant van ons werkje. Dus de achterkant die klap je weer naar achteren en in die ruimte van die 2 lossen aan de voorkant van je werkje gaan 2 stokjes. 2 lossen. We slaan de volgende 2 stokjes over en in de volgende ruimte gaat weer 2 stokjes in. 2 lossen. Je slaat de volgende 2 steken over en in de volgende ruimte van die 2 lossen gaan weer 2 stokjes. 2 lossen. Je hebt nu die stokjes gemaakt aan de voorkant van je werkje. We komen weer in een hoek. De eerste 2 stokjes sta je over en in het derde stokje, daar gaat dan weer een vaste in. 2 lossen en een vaste in dezelfde steek. En dit zijn de steken die je nog 3 keer gaat herhalen, helemaal rond. En aan het begin maak je een halve vaste om deze ronde te sluiten. In de volgende ronde willen we weer starten vanuit de hoek. Dus daar maak je weer een halve vaste in. En dan beginnen we weer met 5 stokjes in die ruimte. Dat houdt in dat je eerst 3 lossen moet maken, die telt voor een stokje. En dan nog 4 stokjes moet maken in de hoek. Dit is je nieuwe hoek, 5 stokjes in totaal. 2 lossen. En nu gaan we werken aan de achterkant van het werkje. In die eerste ruimte hier achter ons werkje, in die ruimte van die 2 lossen, daar gaan 2 stokjes in. Twee lossen. Skippen over de volgende 2 stokjes heen en in de volgende ruimte gaan dan weer 2 stokjes. Twee lossen. We skippen over de 2 stokjes heen en de volgende ruimte. Weer 2 stokjes maken. 2 lossen. Je hebt nu echt aan de achterkant van je werkje gehaakt. Nu komen we weer in een hoekje. En in die ruimte van die 2 lossen in de hoek, daar gaat een nieuwe hoek in van 5 stokjes, allemaal in dezelfde ruimte. Dit zijn de steken die je zo helemaal gaat rondhaken. Herhaal deze steken allemaal nog 3 keer en aan het begin maak je een onzichtbare steek. Mijn laatste kleur staat op de haaknaald en ik ga mijn laatste 2 rondes haken om deze square compleet te maken. Wil je jouw square groter maken, herhaal dan van elke kleur de 2 rondes over en over, totdat hij de juiste grootte voor jou heeft. In de laatste 2 rondes gaan we iets anders te werk. We maken nu een staande vaste steek in je allereerste stokje van dat groepje van 5 hier in de hoek. In dat allereerste stokje, daar gaat een staande vaste steek in.
in de volgende steek gaat ook een vaste steek. En in de volgende steek, daar gaan we een nieuwe hoek maken van een vaste steek. Twee lossen. En terug in dezelfde steek, maar nog een keer een vaste. En dan in de laatste twee steken van de hoek, daar gaat in elke steek nog één vaste. We gaan nu weer naar de toer aan de voorkant. In die eerste twee lossen, daar gaan twee stokjes in. En we skippen nu over naar de toer aan de achterkant. In de top van de volgende twee stokjes, daar gaat in elke steek één vaste steek. We skippen weer over naar de voorkant van ons werkje en in de ruimte van die twee lossen, daar gaan weer twee stokjes in. Nu skip je weer over naar de achterkant van je werkje en in de volgende twee stokjes, daar gaat dan op elk stokje één vaste steek. Naar de voorkant van je werkje, in die ruimte van die twee lossen, daar gaan twee stokjes in. En aan de achterkant van je werkje, in de volgende twee stokjes, daar gaat weer één vaste. Voor een laatste keer ga je naar de voorkant naar je werkje en dan maak je twee stokjes in de ruimte van die twee lossen. En we skippen weer naar de achterkant van ons werkje en in de eerste twee steken van de hoek, daar gaat één vaste steek. En dan in de derde stokje, dat is de hoek, daar maak je een nieuwe hoek, daar gaat een vaste in, twee lossen en terug in dezelfde steek met nog een keer een vaste. Dit zijn de steken die je zo rondom helemaal herhaalt. Ik zal hem nog één keer voordoen. In de volgende twee steken van je hoek gaat een vaste. Je gaat naar de voorkant van je werkje en maakt twee stokjes in de ruimte van die twee lossen. Aan de achterkant van je werkje gaan twee vaste bovenop de stokjes. Dan ga je naar de voorkant van je werkje. In die ruimte gaan twee stokjes. Aan de achterkant van je werkje maak je twee vaste bovenop de stokjes. Aan de voorkant van je werkje in die ruimte gaan dan weer twee stokjes. Gevolgd door twee vaste op de achterkant van je werkje. Twee stokjes aan de voorkant van je werkje in die ruimte van twee lossen. En dan gaan we weer de volgende hoek compleet maken. In de eerste twee stokjes gaat een vaste. In het volgende stokje gaat een nieuwe hoek. Daar gaat een vaste in, twee lossen en terug in dezelfde steek met een vaste. Herhaal al deze steken helemaal rond en maak een halve vaste aan het begin. Ik heb alle steken rondom gemaakt. Nu gaan we aan het begin in die staande vaste steek een halve vaste maken. We gaan de laatste ronde maken van deze square. We beginnen met drie lossen en die tellen voor een stokje. In de volgende twee steken, daar gaat een stokje in. Dat is één. En in de volgende steek een tweede. Nu komen we in de ruimte van die twee lossen en daar gaan we een nieuwe hoek maken van twee stokjes in dezelfde ruimte. Dan twee lossen. En dan terug in dezelfde ruimte in die hoek van twee stokjes. En dit is je nieuwe hoek. Nu ga je op elke steek ga je een stokje maken. En je allereerste steek is die vaste steek hier precies naast dat hoekje van die twee lossen. Dat is je allereerste steek waar je je eerste stokje in gaat maken. En zo maak je in elke steek een stokje tot aan de volgende hoek.
Nog één steek voor de hoek maken. En nu komen we weer in de ruimte van die twee lossen. Daar gaat een nieuwe hoek in van twee stokjes. Twee lossen en twee stokjes in dezelfde ruimte voor een nieuwe hoek. En dit is hetzelfde hoekje dan je allereerste hoekje. Haak zo helemaal rond en maak een onzichtbare steek aan het begin. En we zijn klaar met de 3D-square. Bedankt voor het kijken en heel graag tot een volgende keer. Dag!